De Revit Flare 2 is verfijnd door middel van nieuwe graphics en een verfijndere pasvorm. Ik ben Oscar van Motor Kleding Center en dit is de review van de Revit Flare 2 beschikbaar bij Motor Kleding Center. De Revit Flare 2 is door zijn uiterlijk met de capuchon en de stoere graphics ideaal geschikt voor de urban motorrijder. De jas is opgebouwd uit een slijtvast textiel, heeft een waterdicht membraan en een uitneembare thermovoering en is op deze manier dus geschikt voor gebruik het hele jaar door. Als we gaan kijken naar de protectie van de jas, dan weten we dat deze is opgebouwd uit een volledig slijtvast textiele buitenlaag. De protectoren die in deze jas zitten zijn te vinden op de ellebogen en op de schouders. De jas is uitgevoerd door middel van NOX protectoren. Dit zijn zwarte, vrij flexibele, maar toch gewoon goed beschermende protectoren die zorgen dat je voldoende valprotectie hebt. Als we doordraaien naar de achterkant van de jas, dan is de jas uitgevoerd met een pocket waar eventueel een level 2 goedgekeurde rugprotector in gestoken kan worden. Op het moment dat deze in de jas zit, is de jas qua impactprotectie helemaal compleet. Doorgaand naar het comfort van de jas zien we aan de bovenkant een grote capuchon. Deze capuchon zit vast door middel van een drukknoopje, zodat hij tijdens het rijden niet kan gaan wapperen en dus ook niet in de weg kan gaan zitten of kan gaan trekken. De capuchon is eventueel volledig te verwijderen. Door middel van een ritsje kan die eraf gehaald worden, waardoor je dus weet dat als je langere stukken gaat rijden en de capuchon toch in de weg gaat zitten, je deze makkelijk kan verwijderen. Voor de urban look is het natuurlijk juist heel tof om hem erop te houden, zodat je wel het uiterlijk van de jas compleet houdt. Vervolgens zien we aan de capuchon ook nog een groot logo zitten. Dit logo is reflecterend en zorgt voor voldoende zichtbaarheid tijdens de donkere dagen. Verder naar de onderkant van de jas zien we dat hij wat langer doorloopt, zodat hij genoeg ruimte heeft om de rug volledig te bedekken. Als we de jas verder aan de onderkant gaan bekijken, dan zien we dat er aan de binnenzijde een korte verbindingsrits is gezet. Op deze manier kan de jas eventueel aan een textiele broek vastgezet worden, maar ook aan een jeans door middel van de speciale riem van Revit die hetzelfde aansluitstuk heeft. Ook zien we nog jeanslussen, waarmee de jas eventueel aan de jeanslussen van een normale broek vastgezet kan worden. Als we dan terugdraaien naar de zijkant, dan zien we aan de onderkant twee grote stelbanden zitten, waarmee je de jas eventueel van de onderkant nog net iets strakker kan zetten, zodat daar geen lucht onder kan komen en die daar dus ook niet kan gaan wapperen. Doordraaiend naar de voorkant van de jas, zien we aan weerszijden twee grote steekzakken. Deze worden afgesloten door middel van een ritssluiting en op deze manier kan je daar dus wat spulletjes veilig in opbergen. Vervolgens zien we nog dat er rond de capuchon twee elastieke bandjes zitten waarmee je de capuchon wat strakker af kan stellen. Dus op het moment dat je de capuchon gebruikt met slecht weer naast de motor, kan je hem daarmee ook fatsoenlijk vast en strak zetten. Op de mouwen zitten ook nog wat stelmogelijkheden. Zo zien we rondom de biceps een stelmogelijkheid door middel van een drukknopje met wat opties om hem daar wat strakker te zetten, zodat de jas niet kan gaan wapperen. Rondom de pols zien we vervolgens nog een klittenband afsluitband, waarmee die goed afgesloten kan worden. En ook zien we op de mouw nog een rits die open kan. Dit is een rits die een ventilatieschacht openzet, waarmee je dus ook in de warme dagen voldoende ventilatie die jas door kan laten trekken. De jas is afgesloten door middel van een grote rits. En op het moment dat we die open doen, zien we dat die aan de onderkant nog afgesloten is met een klittenbandje, zodat de rits daar niet kan gaan krassen op de tank. Als we de jas vervolgens open doen, dan zit er nog een extra rits. Deze rits is eigenlijk puur voor het waterdichte membraan, zodat die daar onder de hoofdrits ook gewoon goed water- en winddicht is. Aan de binnenkant zien we dan direct de thermovoering zitten. Deze kan volledig uitgenomen worden, zodat er op de warmere dagen één laag uitgehaald kan worden en je dus ook op die dagen nog met voldoende verkoeling de jas kan dragen. Onder deze thermolaag zien we dat de jas gevoerd is met een zachte liner die ervoor zorgt dat als de thermoliner weggehaald wordt, de jas ook nog steeds comfortabel aanzit. Aan de binnenzijde van de jas zitten ook nog een aantal zakken. Zo zien we die aan de rechterzijde in de thermovoering. Op het moment dat de thermovoering eruit gehaald wordt, zijn hieronder ook weer zakken te vinden, zodat je zonder de thermovoering ook nog gewoon binnenzakken hebt om spullen in op te bergen. Deze zakken zitten allemaal achter het waterdichte membraan, dus zijn ook gewoon waterdicht. Dus voor de waardevolle spullen is het aan te raden in deze zakken te stoppen. Sander is 1,86 meter, weegt zo'n 80 kilo en draagt van de Revit Flare 2 een maat large. Zoals je kan zien sluit de jas overal netjes aan en is de pasvorm en de maat gewoon dik in orde. Wil je weten wat voor jou de ideale maat is? Blijf dan nog even hangen. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motor Kleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten.
Ik ben Oscar van Motorkledingcenter en bedankt voor het kijken.